We zijn hier bij de campus in Kerkrade. We hebben hier een maatschappelijke stagemarkt. Dat wil zeggen dat er 45 stageaanbieders hier staan. Verenigingen, organisaties, stichtingen. Allemaal mensen die met vrijwilligers werken. En die laten zien wat ze doen. En die bieden ook tevens stageplekken aan voor de maatschappelijke stage. Want er komen hier vandaag de hele dag door zo'n 1300 leerlingen. En die lopen over de maatschappelijke stagemarkt kijken. En kijken waar ze eventueel een plekje kunnen gaan vinden. En dan ja, hopen dat er een soort match ontstaat. Hè? Dat je kinderen, de jeugd hier vrijwilligerswerk kan gaan doen. In het kader van een maatschappelijke stage, 30 uur. En dat de stagebiedende instellingen daar handjes krijgen. Ideeën, frisse ideeën. En dat de jeugd zegt, goh, vrijwilligerswerk. Dat is ook wat voor mij, want daar gaat het eigenlijk om. Jong en Parkstad is een centrum jeugd en gezin voor jongeren. Dat is eigenlijk een plek waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen. Maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat, of het relaties zijn, of werk, of inkomen, of hun ouders. Alle vragen. En waar vinden we jullie? Op het werkplein in Heerlen. Bij het jongerenloket, waar ook werk- en inkomensvragen gesteld kunnen worden, kun je ook doorlopen naar ons en dan kun je met je andere vragen terecht. Wij hebben op kasteel Hoensbroek zoeken wij maatschappelijke stages voor het riddertoernooi. Dus we zijn op zoek naar ridders, jonkvrouwen en jonkheren die gedurende 3-4 dagen met ons dat riddertoernooi willen organiseren. En vandaar dat ik hier ben. Wij hebben speciale kleding voor de mensen die mee willen gaan doen. Dus ze worden aangekleed. Maar we zoeken ook mensen die willen helpen met opbouwen, met afbreken. Die wat promotie willen maken in de regio. En wij verzorgen voor de kleding en de begeleiding. Nou, het verhaal wat wij vandaag vertellen is dat het heel leuk is om binnen Op de Bies de maatschappelijke stage te lopen. Op de Bies heeft best veel mogelijkheden. Het is wel zorg en welzijn. Maar dat betekent niet dat je niet de leuke dingen met de cliënt kunt doen. Nou, onze boodschap is dat wij zoeken natuurlijk leerlingen voor de maatschappelijke stage. En we hopen hen geïnteresseerd te krijgen in het werk met mensen met een verstandelijke beperking. En wat heel prettig zou zijn, mensen die kwaliteiten hebben, dat uit te dragen in hun werk. Wij organiseren reizen voor jongeren tussen 14 en 18 jaar naar Oeganda, Zuid-Afrika en Malawi. En dan gaan ze aan de slag met lokale projecten, ontwikkelingsprojecten. En dan gaan ze meehelpen, bijvoorbeeld een huis bouwen. Ik verstehe twa. Marcus, wat een vreemde taal. Ja, dat is een mooie mix en representatie van de drie talen die we hier in de EU-regio, in het gebied tussen Aken, Luik en Maastricht zien. En ook jongeren hebben met die drie talen te maken. En wat is nou mooier dan je maatschappelijke stage combineren met talen. Met misschien even je de stad uitgaan, over de grens gaan en een stageplek zoeken in bijvoorbeeld Duitsland of België. Nou, we hebben dus voor deze jongeren of leerlingen zelf een vacature gemaakt. En die vacature die heet dus organisatieadviseur of adviseuse. Het is heel erg leuk. Je kunt er in de horeca werken met ouderen. Ik ga daar zelf ook stage lopen. En het is, die ouderen daar die zijn niet zo soetal, maar heel gezellig en vrolijk. Ik ben zeer benieuwd. Dus. Ja, ik verwacht wel een leuke dag en veel om te leren. Ja, ik vind het leuk en interessant. Ik zoek eigenlijk iets wat economie en maatschappij te maken heeft. Hey, ik heb gezien dat jij net een sticker hebt uitgedeeld. Aan wie? Aan ASVG in de Mijnstreek. En waarom? Omdat ik het heel leuk vind dat ze proberen om gehandicapte mensen ook te leren samen. Dames en heren, jongens en meisjes, wij willen jullie stickers. Naar een proefwerk. Als je geen af hebt, kun je naar huis.